Laurens, waar staan we? We staan in Varik, vlak bij de Waal, bij de Bol, zoals het hier heet. En hoe zag het er hier in 1995 uit? Nou, erg hoog water. Waar we nu staan stond ruim onder water. De dijk is verhoogd, maar het stond toen bijna aan de kruin van de dijk. Hey, en wat deed jij in 1995? Nu heet dat wachtcommandant, toen opzichter. Maar ik begeleidde zeg maar, de mensen die de controles deden aan de dijk. We begeleidden de aannemers, controleerden de dijk. We voerden noodmaatregelen uit, zoals dat zo mooi heet. Zandzakken leggen. En vond je het spannend? Ja, het was heel spannend. Absoluut. Ja? Ja. Heb je eigenlijk altijd voor de veiligheid van de dijk in kunnen staan? Nee, op een gegeven moment ging dat niet meer. Dat vroeg ook onze dijkgraaf, de jong, die vroeg dat aan ons. Ik zeg, kun je daar nog voor in staan? Maar de dijken waren verzadigd. En dat kon op een gegeven moment niet meer. En wat deed dat met jou als waterschapper? Ja, je moet dan iets prijsgeven waar je eigenlijk verantwoordelijk voor bent een beetje. Maar voor de veiligheid was dat wel een goede beslissing om te ontruimen, zeg maar. En op een gegeven moment inderdaad evacueren? Vrouwen en kinderen ook? Ja, die waren naar Utrecht met mijn moeder samen en de katten. Die zaten bij mijn nicht in huis. Is dat niet heel raar? Ja, dat is heel raar. Ik heb ze ook dagen niet gesproken. Nee. En toen ze weer terugkwamen, had je toen zoiets van... Oh, alles viel alles van je af? Nee, want we waren nog niet klaar. Want toen de evacuatie afgelopen was, waren wij nog volop bezig. Het achterland was verzadigd, de dijken waren verzadigd. Er waren stukken kapot. En er moest opnieuw ingepakt worden, dus wij gingen gewoon verder. En als het nu hoog water wordt, maak je je dan net zo snel zorgen als in 1995? Nee. Nee, ik maak me geen zorgen meer. Alleen het is wel eens raar, de waterstand die we toen hadden, ja, daar zijn nu de dijken op berekend. We hoeven niet zo snel meer aan de slag. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, daar zou ik in de toekomst met mijn ervaring op willen letten? Wat wil je meegeven? Nou, de kracht van de natuur, dat klinkt misschien een beetje raar, maar je moet wel respect hebben voor zo'n rivier. Eind verderop zit mijn favoriete plek aan de dijk. En daar zijn we wel eens vaker geweest om te zeggen van, nou ja, als je hier stopt, dan zie je zo'n rivier en dan keren we dat met een relatief kleine dijk. Hè. Als je er overheen vliegt, dan is het maar een lint. Ja. Je moet gewoon respect hebben voor de kracht van het water. Kracht van het water. En daar ook rekening mee houden. En daar rekening mee houden, zeker.